Het N6-gebouw, ofwel high-rise-gebouw van het Natuurtechnisch Instituut Natin, is vandaag na 4 maanden van renovatie opgeleverd. Staatsolie heeft samen met zijn partners een gezamenlijke donatie voor de verwijdering van kritische asbest mogelijk gemaakt. Algemeen directeur Anand Jagisar van Staatsolie geeft in gesprek met de STVS nieuwsredactie aan dat zij voor het Natin hebben gekozen als hoofdgroep die zij sponsoren. Het Natin, en daarom hebben we voor Natin gekozen als de hoofdgroep die we gaan sponsoren om te upgraden, omdat ook bij Staatsolie werken met name Natinners in ons bedrijf. Zij zijn de motor van ons bedrijf. En ook voor de aardolie-industrie of olie- en gasindustrie in de offshore zullen Natinners erg belangrijk zijn. Daarnaast, als die economie oppikt, gaat de infrastructuur moeten worden aangepast, wegen gemaakt worden, wegen ontworpen worden, gebouwen, hotels, hospitalen. En daar zitten alle Natinners aan de basis aan. De partners van Staatsolie die gezamenlijk een donatie gedaan hebben zijn Total Energies, Capricorn, Decker Petroleum en Chevron. Alle dakplaten van het Natin zijn vervangen en alle asbestdelen zijn verwijderd. Intern is alles gerenoveerd, de muren zijn geschilderd en de deuren zijn vervangen. Volgens Jagisar is het belangrijk dat er een prettige leeromgeving is voor de studenten van het Natin. Het project heeft ongeveer $240.000 gekost. Er is inmiddels al meer dan $2.5 miljoen geïnvesteerd in het Natin. De instelling heeft samen met Staatsolie ingespeeld op de ontwikkeling van de olie- en gassector en het instituut is daarom in oktober 2022 gestart met het eerste 2-jarig olie- en gasprogramma genaamd COP-programma. Jagisar gaat verder in op de status van het programma. We hebben dus de eerste cohort gehad, dus de eerste opleidingsgroep. En nu zijn we bezig met de intake voor de tweede. Dus dat gaat goed. Als u bedenkt dat op zo'n productieplatform in de offshore, dat drijvend schip, werken er onder ongeveer 150 mensen. Daarvan zullen er toch een goede 120 Natinners zijn. Dus het is goed, we zijn goed op weg om die Natinners op te leiden. We zijn erg blij met de sponsors, want onze partners hebben ook gesponsord. Die hebben allemaal een bijdrage geleverd en we zijn ze erg dankbaar. Ze merken ook dat alles wat wordt gedoneerd in Suriname op een goede manier, laten we zeggen, wordt aangenomen en een functie heeft in het verder ontwikkelen van de mensen. Iwan Ganga, directeur van het Natin, zegt dat het Natin het grootste middelbaar technisch instituut in Suriname is. Natin levert jaarlijks afgestudeerden af ten behoeve van verschillende grote bedrijven in Suriname. Educatie is heel belangrijk voor een ieder, benadrukt Ganga. Education is very important in the lives of everyone, every human being. And when we talk about education, we mostly think about books, teachers, educational systems that are important. But most of the time we forget the equipment that is needed during this process and we forget the surroundings, the buildings. And these two things are very important because we need them to make the process successful. In de toekomst zullen Staatsolie en zijn partners nog meer samen doen. Er zijn namelijk nog meer gebouwen van het Natin die een opknapbeurt moeten krijgen. Staatsoliedirecteur Jagisar voegde eraan toe dat zij misschien ook naar andere scholen gaan die op hbo-niveau engineers aflevert.